De stichting SUEED heeft dit jaar als doel om 1 miljoen SRD in te zamelen. De 2016-editie van SUEED wordt op maandag 12 december gelanceerd bij Radio 10. De stichting zamelt sinds eind 2014 geld in voor het uitvoeren van goede doelen. Er is inmiddels een sms-actie gestart voor donaties. Deze keer ligt de focus op bejaardentehuizen. De stichting heeft een aantal sociale instellingen in kaart gebracht die zich bezighouden met de zorg van senioren burgers. Tijdens de persconferentie gisteren werd het halfjaarlijkse verslag gepresenteerd. Hierbij is de verantwoording afgelegd aan de samenleving over de ingezamelde gelden. De voorzitter van het SUEED-bestuur, Giovanni Zegert, benadrukt dat het belangrijk is om aan te geven wat je met het geld hebt gedaan. Ik weet dat het niet normaal is voor stichtingen die publiek geld ophalen om een accountantsverslag uit te brengen. Maar wij willen dan ook een nieuwe trend zetten daarmee. Omdat het publiek gewoon recht heeft om te weten wat er met hun geld is gebeurd. We gaan het verslag ook sturen naar een aantal grote bedrijven die ons hebben geholpen. Al sinds het bestaan van SUEED. En we kunnen natuurlijk niet, het liefst zouden we iedere Surinamer die heeft gedoneerd een verslag aanbieden. Dat gaat moeilijk. Maar daarom zitten jullie hier als pers, als vertegenwoordiger van de gemeenschap, om kritisch naar dit verslag te kijken en vragen te stellen. Dit is het halfjaarlijks verslag. Dit is stap 1. We gaan het ook aanbieden aan een ander accountantsbureau om een audit te doen. Zodat het dubbel is gecontroleerd en wanneer de audit is gedaan en we in april volgend jaar met het jaarverslag 2016 uitkomen, dat elke cent die SUEED heeft opgehaald, is verantwoord. Sidney Groenberg, penningmeester van SUEED. De stichting streeft ernaar om dit jaar 1 miljoen SRD op te halen voor bejaarde tehuizen. De activiteiten van SUEED gaan op 12 december van start.